Ik heb een rijles. Je bent klaar voor je eerste rijles? Nee. Devran heeft een ongeluk gehad met zijn motor. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Dakkap. Wij zijn weer in Nederland. En eigenlijk zijn we ook best wel blij omdat het zonnetje schijnt. Het is zo lekker terugkomen. Ik zie geen wolk in de lucht. Oh, dit is heerlijk thuiskomen. Maar kijk de gezicht. Kijk die smel op zijn gezicht, jongens. Echt, aanschouw dit eventjes. Er is namelijk één ding wat we in Nederland als eerste zouden gaan doen. Vandaag. Moeten doen. Ik heb serieus op deze dag zo lang gewacht. Ik was op vakantie, kon zelfs een paar dagen niet slapen om gewoon... op dit moment te komen. Wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan namelijk... mijn motor ophalen! Eindelijk. We gaan jullie ook laten zien, we staan er al. Dus ik denk dat we maar snel de auto uit moeten. Kids zijn op school, maar we hebben nog één gast achterin zitten. Mimi! Jij gaat ook niet naar school, hè? Jassen? Ja. Oké, als we erin kooien gaan, hebben we een klein probleem. Wat zie jij, Mimi? Tattoo motor. Deze motor was Mia's vorige keer verliefd. Hij noemt dit de tattoo motor. Is dit een teken die hier voor de deur staat dat we hem moeten gaan halen voor Mia's? Mia, zeg jij maar. Wil je hem hebben, ja of nee? Tattoo. Ja, laten we daar maar op houden. Gelukkig zijn die geniaal, dus nee. 1 hour later. Oké, Mia zit weer in de auto. Wij zijn net een week uit. Het is allemaal geregeld. En officieel is de motor van Seran. En laten we eens even horen, Seran. Eventjes een beetje. Oké. Hij heeft hem eindelijk, dames en heren. Er komt alleen nog een ander uitlaat eronder. Dan gaat hij nog dikker klinken, maar dan moet ik nog even op wachten. Maar kijk binnenkort, maar dit is echt geweldig. Kijk eens eventjes aan. Wat een dikkertje. Wow, dan moeten we alleen snel doorrijden, want we moeten de kids ophalen. We gaan dus echt verrassen met de motor vandaag. Zo, ze gaan blij worden. Peter, Rob en Eli zijn thuis. Ze hebben al een beetje het idee en ze weten al een beetje iets, maar ze weten toch niet hoe of wat. Daarom, Eli! Kom eens even kijken of papa heeft gehad. De motor! Kijk eens even aan, hij staat hier nu in de tuin. Even kijken wat Eli ervan vindt. Mooi. Mooi, hè? Kijk je ogen zo. Kijk eens even aan. Jongens, jullie hebben vandaag jullie eerste motorrijles. Ik wil motor. Jawel, kom even zitten. Kom, ga eens even kijken. Ik ga stukken allemaal even de jas aan, dat het best fris buiten is. Oké, hij is klaar voor, jongen. Hij heeft zijn helm gepakt. Ja? Oké, je bent klaar voor je eerste rijles? Ja. Ga je deze eventjes besturen? Ja. Wheelietje maken? Ja. Oké, klim er maar op. Hè? Huh? Nee, je gaat het grote werk. Kijk eens even aan hoe groot die ook is. Debbie is zo klein naast deze motor. Die jas aan. Is wel een beetje fris. Hij klimt toch wel? Ik ga hem aanzetten. Jij gaat rijden. Je was er klaar voor, jongen. Je zegt, kom op met die motor, jongen. Ja, joh. Kijk, daar komt deze. Oh? Oh, wacht, natuurlijk. Sleutels. Die oude man snapt er ook niks van, hè? Ja, vet, hè? Een eigen scherm hier, display. Ja. Maar ik ga niet alleen rijden. Ja, je gaat er... Je bent er klaar voor! Ja, je bent er klaar voor, Nee, maar Deb. Hou vast. Oké. Hou vast. Ja. Druk hierop. Hier? Oké, je bent er klaar voor! Hij gaat zo rijden! Oké, ik heb één keer gehad. Doe maar! Ja, ga binnen, hij gaat niet rijden. Kijk! Zo! Kom op, die! Oh, hij vindt een beetje eng! Hoppa! Oké, Debbie, geslaagd. Je eerste rijles is goed gegaan. Nu ga ik op de kleine. Mia's heeft een veiliger plekje gevonden, de glijbaan. Het is weer goed, hè? En Debran, die gaat toch eventjes voor zijn eigen crossmotor. Nou, schat, kom op. Die aan? Ja, dat is even geleden, hè? Hoe ging die ook alweer? Nee, zo. Oh. Laat hem lukken, kijk hem dan. Rustig. Hij doet het. Daar gaat ie. Hé, Esther, wat ging deze hij doen? Deze motor heb ik gekregen voor je verjaardag. Deze motor was voor jou, deze motor is officieel voorbij. Deuran, pas op. Hij moet warm worden.
Hij is koud. Hij moet even warm worden. Extra, wacht even. Stop. Les 1. Dodemanskrop stond aan. Echt waar. Oh. Oké, okay, ga maar. Sam, Debram, durf je dit wel aan? Moeten we... Weet je, ik ga even hier zo staan, want Esther op een motor. Ik ben zij zo veilig. Lenin! Ik schrok serieus. Niet doen. Ja, omdat ik bang ben. Als jij tegen me aanrijdt, dan ja. Hij ging bijna. Oké, we laten de minibikes achter ons. Er staat hier ongeduldig iemand te wachten. Wat? We gaan even een stukje rijden met de motor. Ja. Debbie, durf je het aan achterop? Ja. Heb je er zin om mee te gaan? Durf ik het aan? Mijn kind hier zo achter. Ik vind best wel spannend. Ja, het is jouw kind ook. Dat is waar, maar... Kijk, dat was... Maar in ieder geval, zij gaan met de motor rijden. Wij gaan een stukje achteraan met de auto. Wees voorzichtig. Oké, we zitten in de auto. Ik heb deze twee jongens achterin. En kijk, ze gaan dan. Oh, jongens, stop. Oh, plak gaas. Wow. Daar zijn we weer. Hoi. Hallo. Hoi. Zo lekker. Lekker? Heerlijk. Gaat goed, Danny? Ik ga gas geven. Oké. Wow, daar gaat ze. Deze jongens zijn nog enthousiaster. Zo, we zijn aangekomen op de perfecte bestemming. Al zeg ik het zelf, want ga ik staan met je Starbucks. Ben jij blij? Hoe was het, Debbie? Huh? Hoe was het? Het was lekker, hè? Goed zo. Dit is zo heerlijk. Weet je wat ik alleen was vergeten? Nou? Alle motors die groeten. Motors onder elkaar moeten elkaar groeien. Groeten was ik helemaal vergeten. Dus ik had de hele tijd... Dus jij was aan het zwaaien, jawel. Goed zo. Wacht, dit is echt een droomplaatje. Mijn schatje op de motor voor de Starbucks. Hey! Het is vandaag een jackpot. Want kijk, ze hebben mijn lievelingsgebakje. Die hebben ze niet altijd op voorraad. Waar gaan jullie voor? Donuts. Dat is zo moeilijke vraag. Donuts, wat een geluk. Ook nog genoeg donuts. Wie, wat wil jij? Donut. Kijken. Plekje gepakt. Kijk eens, wat een lekkernij. Wat is het, Mimi? Hij zegt, hij zegt pizza tegen die. Nee, niemand komt aan deze. Pizza. Oké. Mia's gaat weer voor een donut. Dat wordt één suikerbom. Oh. Zo. Wat zegt hij? Nee, donut. Ik bedoel dat hij voor hem is. Oh, denk eentje. Jij dat alles voor jou is? Ja, suiker. Oh, lekker. Maar Esra, proost. Yes. De suikermonster Mimi is aanwezig. Hij heeft maar een paar hapjes op en kijk eventjes hoe hij er nu al uitziet. Oh, en trouwens, het blijft altijd leuk om te zien hoe ze je naam spellen. Vandaag heet jij Serhat. Hoe? Serhat. Serhat? Ja. Oké, okay. Wordt alleen Serhat. Serhat. Sta weer buiten en misschien denk je, waarom is Derek alleen op de motor geweest? Nou, dat is omdat Ilai het een beetje spannend vond, maar hij durft er nu op te zitten, toch? Kom maar. Nee, we gaan niet dat rijden. Alleen stap, zitten. Moet ik jou helpen? Kom. Hij durft echt wacht, niet. Wacht. Okay. Dat is het vertrouwen tussen vader en zoon. Die is... Vertrouwen tussen mama is echt heel goed. Hallo. Nou, dat gaat niet worden. Weet je, het komt wel goed. Oh, wie zelf? Oh, ja, zo slecht. Oké, kom maar. Lijkt net alsof die paard op moet ook. Kijk. Oh. Oké, iedereen gaat starten. Hij zit gewoon aan. Durf je gas te geven? Doe maar. Dat is lekker, hè? Nog een keer? Okay. Hij heeft de smaak te pakken! Eén keer, Houd in! Gelijk terug! Okay. We gaan weer een stukje rijden. Mimi, kom maar zwaaien! Even zwaaien, dat handje. Oh. Doei! Doei! Kijk hoe lang ik ben zwaaien! Hi. Oh, het is goed, we moeten rijden.
A few moments later. Oké, hij durft het toch aan! Hij zegt, ik ben alleen voorzitter, zie je de buitenkant wel. Kijk waar hij zit, ik zit je goed? Ze zegt helemaal goed. Abbe, weet je zeker? Ja! Dit is goed, kom. Oké, het is al een paar dagen later en ik wil jullie wat laten zien. Ik wil jullie trouwens twee dingen laten zien, maar ik ga alvast beginnen met de ene. Want jongens, meiden, even, alsjeblieft, help me even, want kijk eens hier. Zien jullie dit? Zien jullie dit? Zien jullie dit? Dit is gewoon vogelpoep. Even serieus, welke vogel of beest poept zoiets? Even serieus, dit is toch niet normaal? Maar goed, dat is het ene. De andere... Oh ja, ik wil je nog wat laten zien. Kijk hoe leuk dit eruit ziet, jongens. Oh, dat vind ik zo leuk. Maar ik wil even wat anders laten zien. Ja, want ik wil wat anders laten zien. En daarbij heb ik Debra nodig. Debra! Ja, jongeman. Kom eens even hier. Laat mij eens even iets zien wat daar zo is bij je buik. Laat eens even zien. Kijk dit, jongens. Ik weet niet of jullie het goed zien. Er is iets gebeurd met Debra. Debra heeft een ongeluk gehad met zijn motor. En weet je wat? Wij gaan jullie even laten zien hoe het is gebeurd. Ik sta boven. Let's go, kom. Door. Kom. Kom, goed zo. Yeah. Hey, het is gelukt. Het is gelukt. Box, joh. Het is gelukt. Let's go. Gassen. Het is nu een paar dagen later en gelukkig is het allemaal beter, want jouw been was behoorlijk blauw, hè? Het was de allereerste keer dat je officieel bent gevallen met de crossmotor, hè? Ja. Op zich mag ik wel zeggen van, ja, niet nog een keer doen, maar... IJsje. Hoe kom jij nou weer bij een ijsje? Nee, je krijgt geen ijsje. Je krijgt wel binnenkort een extra beschermingspakje om, zeg maar, als je nog een keer valt, niet zoveel pijn te krijgen. Maar goed, hopelijk was dit de eerste en de laatste keer voor ons dat we gevallen zijn op een motor. En dan zou ik zeggen, heel veel veilige kilometers, jij en ik. Ik hoop dat het zo blijft. En dan zou ik zeggen, hierbij, wij sluiten de video af. Ik hoop dat jullie genoten. Abonneer en tot de volgende keer. Doei!